5 tot 20 Twentse ondernemers helpen die zijn getroffen door de coronacrisis. Dat is het doel van boekhouder Stefan Jacobs uit Enschede. Samen met Aaron Schilder wil hij over een maand al hardlopend geld gaan binnenharken voor de ondernemers. De heren die lopen een hele marathon, 42 kilometer dus. En daarvoor laten ze zich sponsoren. En de teller die staat nu op bijna 1300 euro. Waar hoop je dat die op eindigt, Stefan? Ja, de sky is the limit natuurlijk. Ja, het zou heel gaaf zijn als wij 10.000 euro bij elkaar kunnen sprokkelen. En om 5 tot 20 getroffen ondernemers te ondersteunen die net buiten de subsidies vallen. Ja, laten we daar over gaan praten om nog wat extra aandacht te genereren voor je actie. Mooi dat je er bent. Dankjewel. Wanneer heb je voor het laatst getraind? Dat was vorige week woensdag. Toen heb ik 25 kilometer gelopen met pijn en moeite. En ik moet nog 17 kilometer erbij op. Ik hoop ook dat dit artikel veel publiciteit krijgt voor een extra boost voor mij om die 42 kilometer te lopen. Maar vooral voor de getroffen ondernemers die ik daarbij kan ondersteunen. Heb je het nodig, die extra boost? Is het moeilijk? Nou, ik kan zeggen, ik heb het wel onderschat, ja. Met kiespijn en komt er een klein lachje op het gezicht. Ja, 20 is te doen. Daar kun je goed naar trainen. Ik ben begonnen met trainen in december. Toen heb ik 10 kilometer gelopen. Dus er zit inmiddels 15 kilometer bij op. Dus 25. En nu de resterende 17. Ik vind eerlijk gezegd ook in december beginnen om in eind april een hele marathon te lopen. Ik weet niet goed wie je daarover geadviseerd heeft, maar jijzelf? Ja, ik hou gewoon van uitdagingen. Ja, gaan we gewoon doen. Maar heb je iets met hardlopen, zeg maar? Kon je al een beetje hardlopen? Ja, mondjesmaat. Ik heb een jaar of 4, 5 geleden wel eens hard gelopen. En door corona word je gewoon heel erg beperkt. Je kunt niet naar sportscholen. Dus zo blijf je toch fit op deze manier. Ja, bijna het enige wat je kan doen is hardlopen en wielrennen. Ja. Maar 25 kilometer dus, afgelopen woensdag. Tot wanneer ga je blijven trainen? / wat wil je dan op dat moment halen? We gaan zondag 25 april de marathon lopen. Ik wil 2 weken voorafgaand aan de marathon niet verder lopen dan 10 kilometer. En de aankomende 3 weken probeer ik wel toch de 30 kilometer aan te tikken. Ja. Dus die gaat nog 3 weken trainen. Ja. En in die 3 weken wil je de 30 in ieder geval halen. Ja, ja. En dan die laatste 12 op wilskracht en boost. Ja, boost. Ja, ja, ja. Ja. Ik heb een jongen die ik goed ken, die heeft ook wel eens een marathon gelopen. En toen hij dat voor de eerste keer deed, toen zei hij, het is iets geks. De eerste 32 kilometer, daar heb je nog door wat je aan het doen bent. Maar de laatste, die zijn vooral niet per se ook fysiek, zijn moeilijk. Maar die haal je dan wel. Maar zeg vooral psychisch. Op een gegeven moment word je gek. Omdat je bent de hele tijd aan het lopen. En wat ben ik eigenlijk aan het doen? Ja. Heb je dat punt al bereikt dat je psychisch gek werd of niet? Tijdens het lopen? Nee, dat punt heb ik niet bereikt. Nee, ik heb normaal een noise cancelling koptelefoon op. En ik luister heel erg naar muziek. En in plaats van ik denk van, hey, ik heb lood in de benen. Denk ik van, hey, ik heb vetjes in mijn benen. Zo boost ik mezelf de laatste kilometers door. Ja, en zo wil ik dat die 42 kilometer ook gaan doen. En we gaan er gewoon volle bak voor. Ja, en je partner waarmee je dit samen gaat lopen, Aaron Schilder, die loopt met je mee, je hardlooppartner. Ja. Heeft die een beetje de kilometers in de benen? Hardlooppartner, het is eigenlijk zo. Ik heb vorige week woensdag een post gedaan op LinkedIn. Met de vraag of mensen positief staan tegen deze goede doelenactie. Als er meer dan 33 reacties op zijn gekomen met een positief feedback onderaan mijn LinkedIn bericht, dan ga ik het doen. Nou, het waren er inmiddels meer dan 40 zelfs. Dus, Aaron die belde mij op. Die ken ik via een businessclub. Hij woont zelf in Utrecht. We hebben nog nooit eerder samen hard gelopen. En hij zegt, ja, ik wil dat ook gaan doen. Dat lijkt me gaaf om je daarbij te ondersteunen. Maar die is vorige week ingestapt. Ja, die is mij gebeld. Die is vorige week ingestapt. Hij heeft vorige week 15 kilometer gelopen. Dus hij moet ook nog aan de bak. Ja. Nou, we gaan het gewoon doen. Ja. Heel goed. Nou, ik vind dit wel. Je hebt guts. Want 42 kilometer, jongens, dat is niet niks, hè? Hey, maar je loopt dus voor die ondernemers. We noemden het al even in de intro. Je bent boekhouder. Wat heb je met ondernemers? Ja, ik ben zelf ondernemer puur sang. Ik ben geboren ondernemer. 7 jaar geleden begonnen vanuit mijn slaapkamer. Ik hoef niet te veel te vertellen over mijn bedrijf. Want ik vind dat echt de nadruk moet liggen op de ondernemers die ik wil gaan ondersteunen. Mm-hmm. Ik ken de klappen van de zweep.
Ik weet ook hoe het is om in zwaar weer te zijn, om daar weer uit te komen. En ik voer ook echt met de ondernemers mee. Ik merk dat de coronacrisis nu best wel lang duurt. Ik zie ondernemers best wel worstelen op financieel gebied. En ik ook in je eigen klantenbestand? Ja, ook in mijn eigen klantenbestand. We hebben meer dan 100 B2B klanten. En je ziet ze gewoon struggelen. En waarbij de man bijvoorbeeld op ZZP-basis werkt en de vrouw thuis voor de twee kinderen zorgt. En de man die heeft nauwelijks inkomsten en die eet zijn buffer op zijn spaarrekening. En dat lukt 4 maand. Maar wat ga je de 5e maand doen? En je valt net buiten de subsidiegrenzen. Daar wil ik gewoon echt wat voor doen. Ik heb nu inmiddels 4 ondernemers die ik goed kan ondersteunen. Binnen mijn netwerk en een aantal buiten mijn netwerk. En ik zou er graag meer willen hebben. Dus bij deze ook de oproep. Ben je een ondernemer en ben je ook geraakt door de coronacrisis? Ben je gevestigd in Twente en genereer je niet meer dan 15.000 winst in het jaar 2020? Meld je aan door mij een e-mail te sturen. Dat kan naar s.jacobs@digitale-boekhouders.nl. En daar zet ik je op de lijst. Kijk, ik hoef eigenlijk geen vragen meer te stellen. Nee, dat was een goed beheerfaaltje. Stik eromheen. Nee, maar absoluut. Is het in jouw eigen klantenbestand, hè? Die ondernemers die je daar ziet bijvoorbeeld. Kom je er veel tegen die door corona echt langzaam... Want je bent een boekhouder. Ja. Dat betekent dat je mensen helpt. Soms wat creatief misschien. Soms je kent de wegen in de wet en de financiële wegen... om zoveel mogelijk geld voor hen te bewerkstelligen misschien. Dat ze zoveel mogelijk zorgen dat een voordeel is. Besparen. Maar is het ook frustrerend dat je dus als boekhouder nu eigenlijk... niet veel meer kunt doen dan jij kunt doen... en voor de rest kunt zien van ja... Het gaat gewoon kapot soms. Ja, dat is inderdaad ook de reden voor dit initiatief. Ja, het is behoorlijk frustrerend. Helemaal als ondernemer. Je leeft mee met andere ondernemers. Je ziet aan de ene kant ook heel veel ondernemers... die juist heel goed boeren in deze tijd. En eigenlijk mijn motto is... de ondernemers die het nu goed hebben... als die de ondernemers kunnen ondersteunen... die nu eigenlijk... eigenlijk op het randje staan van faillissement. En als die ondernemers op het randje van faillissement toch geholpen worden. En daardoor weer in de economische sfeer zijn. Kunnen die straks later weer uitgeven aan ondernemers die nu goed geboerd hebben. Zodoende houden we de Twentse economie in stand. En dat is eigenlijk mijn gedachtegang. We moeten de economie in stand houden. Ja. Want je noemt ook een bepaald eindbedrag wat je wil halen. Die 20.000 of in ieder geval een streefbedrag. Misschien wordt het veel meer. Laten we dat hopen. En op basis van dat bedrag kun je ook het aantal ondernemers eigenlijk selecteren dat je kunt helpen. Hè? Dus ik zou het toch wel mooi vinden om elke ondernemer eigenlijk wel rond de 500 tot 1000 euro te kunnen geven. Ja. En de sky is the limit eigenlijk. Ja. Waarom ga je eigenlijk een marathon lopen? Waar komt dat vandaan? Ja, ik hou gewoon van uitdagingen. Binnen mijn bedrijf heb ik door corona hebben alles gedigitaliseerd. Vandaar ook de naam de digitale boekhouders. We waren eerst een traditioneel kantoor. Ook al met wat automatisering. Maar we hebben nu alles gefine-tuned. Alles staat voor 100%. Ja, en als dingen lopen vind ik het saai. En dan zoek ik een uitdaging. Ga je zelf maar lopen. Dan ga ik privé maar een uitdaging zoeken. Ja, ja, ik zocht iets en ik dacht van... ik heb de single loop gedaan van 8 kilometer. En die wou ik altijd al een keer binnen 40 minuten lopen. Dat is 1 keer niet gelukt. En afgelopen jaar wel gelukt. En ik dacht, single loop, 8 kilometer. Dan kunnen we ook al upgraden naar een marathon. Nou, dan hebben we dat een factor 5. Hè, lopen we 5 keer die single rond. Hè? Hoe gaat het er eigenlijk uitzien? 25 april? Nee, laat ik eerst even, want ik zeg zo 25 april. De Enschede Marathon zou 18 april zijn, een week daarvoor. Ja. Heb je dat bewust rond diezelfde tijd gedaan? Of zit daar geen enkele relatie tussen? Ik heb bewust rond die tijd gedaan. Ik was ook aan het trainen tot het bericht in de media stond... dat de Enschede Marathon niet doorging. Toen raakte ik best wel gedemotiveerd. Maar ik dacht, we gaan het wel gewoon doen. Ik kickbox ook nog. Ik heb mijn kickboxtrainer gevraagd om mee te fietsen. Dat wou die. En de bedoeling was ook om op dezelfde dag van de Enschede Marathon te gaan lopen. Zoals ik al zeg, Aaron zit nu al 15 kilometer. Dus ik heb hem nog een weekje bij gegund. Dus ik weet niet, we gaan het gewoon doen.
Ja, en dan is het 25 april. Ja. Dan sta je op, eet je een boterham met pindakaas of pasta, weet ik veel, wat goed is. Ja. En ga je dan nog echt een speciale happening? Is dat het plan van maken of wat wil je ermee die dag? Ja, hoe ziet de dag eruit? We starten vanuit... het plan is redelijk concreet. Ik heb het goed voor ogen. Het is, we gaan zondag rond 12 uur starten. We gaan starten vanuit Roombeek. We willen van Roombeek naar via het Van Heepark, Ledenboerpark. Willen we om de UT gaan lopen. Vanuit de UT willen we... Onder politiebegeleiding? Faneke. Ja, ik dacht, jij kan ook mooi meelopen. Ja. Over Faneke. En vanuit Faneke willen we over Airport Twente gaan lopen. Via de Lonnekeberg weer terug naar Lonneke. We moeten de route nog even goed uitstippelen. En dat lijkt me een hele gave route. Dus niet alleen verhard, maar ook door bospaden. Dat is wat we gaan doen. En dan, ik heb van 12 tot 5 geblokt. Ik wil het gewoon binnen 5 uur gaan lopen. Mijn streven is 4 uur en 15 minuten. Ik hoop dat gaat lukken. Ja. En ik hoorde ook nog iets over eventuele muziekbegeleiding. Is er nodig over aan het nadenken? Ja, ik ben ermee bezig om om iemand te charteren voor een livestream. Dus wellicht kunnen jullie mij ondersteunen daarmee. En als dat gelukt is, dan... Ik heb een aantal DJ's in mijn netwerk. Waaronder DJ Angie Mill en Jaff. Die gaan sowieso draaien. Daarnaast heb ik nog een aantal DJ's benaderd die waarschijnlijk ook komen draaien. Die wil ik eigenlijk in die livestream implementeren voor het muziek op de achtergrond en voor het, voor het vermaak voor de kijkers. Kijk, de stakes are high. Ja. Stefan, mooi man. Mooi initiatief. Hoge inzet, wat ik zeg. En veel succes om dat te gaan bereiken wat je wil. En op een sportief gebied, maar vooral op financieel gebied voor die ondernemers die je wil helpen. Ja, daar gaan we voor. Dankjewel. Stefan Jacobs, hoort u.